Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto kunnen we zien dat bewolking inmiddels over het land trekt en uit die bewolking valt ook regen. Een regengebied trekt oostwaarts over het land. Op veel plaatsen valt vanochtend wel wat regen. In de middag wordt het in het westen waarschijnlijk geleidelijk aan droog en breekt daar mogelijk nog even de zon door. In het oosten en zuidoosten blijft het tot in de avond nog tamelijk nat. De middagtemperatuur ligt tussen de 10 en 12 graden en er waait verder een stevige Zuidwestenwind, die aan de kust vaak krachtig is, windkracht 6. Vanavond gaat de wind enigszins afnemen. In het zuidoosten valt er nog steeds wat regen en de rest van het land is het overwegend droog. Morgen wisselen wolken en een beetje zon elkaar af en verder valt er verspreid in het land een enkele bui. In de kustgebieden is het wat vaker droog. Het wordt 10 tot 12 graden en er waait een overwegend matige Noordwestenwind. Op zondag is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt dan 12 tot 14 graden, terwijl het een matige wind veel uit noordelijke richtingen. Op maandag en dinsdag is weer kans op een enkele bui. De middagtemperatuur ligt dan rond een graad of 13. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.